Het lichaam van de vermiste Sylvana Heber uit Hogeloon is dinsdagavond gevonden. De politie vond haar hier, in een bosgebied tussen Vessem en Veldhoven. Een nieuwe aanwijzing hielp daarbij. Nou, de zoektocht kende gisteravond na een aantal dagen een helaas tragische ontknoping. De vermiste Sylvana uit Hogeloon is gisteravond rond de klok van 11 aangetroffen. En we hebben diverse bos- en buitengebieden doorzocht in Hogeloon en de omgeving daarvan. En op een gegeven moment in het onderzoek gistermiddag kwam er een aanwijzing die wij zeer serieus namen. Dat het toch om het bosgebied tussen Vessem en Veldhoven ging. En daar hebben wij dus een gerichte zoektocht op gestart. De 36-jarige Sylvana verdween afgelopen zaterdag. Sindsdien hoorde niemand meer van haar. De politie heeft haar ex-vriend Marlon B. gearresteerd. Hij wordt verdacht van moord. Wat ik hier in ieder geval kan delen is dat het inderdaad gaat om een 41-jarige ex-partner van Sylvana. Waar ik op dit moment niet dieper op in kan gaan. Buurtbewoners reageren woensdagochtend geschokt. Ik denk dat iedereen versteld is. Dat kan zoiets gaan gebeuren. Het is gewoon verschrikkelijk. Grote verslagenheid uiteraard. Iedereen heeft het erover. Het duurt al een aantal dagen, dus je denkt natuurlijk wel van oei, dat zal wel niet goed aflopen. Maar dat hoop je natuurlijk wel. Ja, heftig. Heel heftig. Voor zo'n kleine gemeenschap. Iedereen leeft mee en kijk, die kinderen zitten hier op school, dus je ziet die mensen eigenlijk dagelijks. In een schriftelijke reactie laat de familie weten diep bedroefd te zijn. Politie en vele vrijwilligers hebben heel hard hun best gedaan haar te vinden. Ook kregen we veel lieve berichten van vrienden, kennissen en andere betrokkenen. We willen iedereen bedanken die meeleefde en meezocht. Voor deze steun zijn we ontzettend dankbaar. Nou ja, onder leiding van het Openbaar Ministerie gaat ons onderzoek natuurlijk wel verder. Hè? Want met het vinden van Sylvana, ja, dat was onze hoogste prioriteit. Ja, zij is gevonden, tragische afloop. Maar nu richt ons onderzoek zich dan onder leiding van het Openbaar Ministerie zich echt op de vraag van wat is er gebeurd. Dus wij proberen nu te achterhalen wat exact de toedracht is geweest, de omstandigheden rond haar verdwijnen en rondom haar jammerlijke overlijden.